Hier is de Disney Show in een Muppeteentje! Yeah! Dit is de eerste live show, geniet en luister mee. Je kent de Muppets wel, die zijn van de tv. Dus zit maar achterover, we gaan er heerlijk voor. Dus zing maar met ons mee, dan dansen wij wel door. We gaan ermee beginnen, we komen hier voor jou. We hebben leuke grappen, we beginnen nu maar gauw. We gaan ermee beginnen, kom op, je bent al binnen. We gaan ermee beginnen met een hele krachtige, sprookjesachtige, wondermachtige, dolprachtige. Dit is dus de grote Disney Show. Alles is veilig. Dan sluiten we de gevangenis voor deze dag weer af. Tot morgen dan weer. Tot morgen. Mooi. Alles loopt volgens mijn plannetje. De Muppets komen naar Disneycraft en ik ben niet eens uitgenodigd. Actie moet ik zelf maar ondernemen hier. Kijk, dit lontje gaat goed. 3, 2, 1. Eindelijk ben ik vrij. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. En als iemand in de weg staat, wordt hij snel geklapt. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. Te lang in de gevangenis, mijn straf is nu gekapt. Ik hou het hier nu niet lang meer uit. Disneycraft die wacht op mij, ik vertrek richting Zuid. Of Oost of West of Noord, ja ik neem de bus mee. Want die zit namelijk al helemaal vol met TNT. Dat wordt een explosie. Vol met TNT. Dan zal je wel te maken met Constantine. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. En als iemand in de weg staat, wordt hij snel geklapt. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. Te lang in de gevangenis, mijn straf is nu gekapt. Ze hebben mij vergeten en ik wil nu mijn wraak. Geen opening voor Disneycraft, ik wil dat het staakt. Ik ga de grote lever stelen, ik maak de map stuk. Disneycraft ontploffen wordt het grootste ongeluk. Grootste ongeluk! Dans mij! Oh, dit wordt een explosie voor Disneycraft. Ja. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. En als iemand in de weg staat, dan wordt hij snel geklapt. Ik ben ontsnapt en niet betrapt. Ik ben ontsnapt. Disneycraft wordt geschrapt. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze show. En we hopen natuurlijk dat jullie het een beetje naar je zin gaan krijgen in dit kwartiertje wat we van jullie vragen. Erik. En we vragen daarom of jullie een beetje enthousiast zijn, Erik, voor Disneycraft 2.0. Ja! Yeah! Want we hebben namelijk de geweldige opening die we officieel hier gaan doen. In dit theater. Erik. Vincent, jij komt zo aan de beurt. We zitten in een strak schema, dus we kunnen nu niet lopen lummelen. Wat is er met Vincent? Hij liep zo zielig weg. Ja, geen idee. Weet ik veel. Nou, er zal wel weer niks aan de hand zijn.
Je kent hem. Nou, laten we hem lekker zijn gang gaan. We hebben hier een show te starten. Wat is dat allemaal voor kabaal hier? Vincent heeft zijn dipje weer of zo. Oh, vreemd. Maar ik wil even vragen of jullie al het grote nieuws hebben verteld. Nou, dat wou ik nou net gaan doen. Vandaag doen wij dus de opening van de vernieuwde Disneycraft map in dit theater. Door middel van een speciale lever. Deze lever is speciaal ontworpen door de Russische maker Slatov Kwanaballa. Roy, het was geen Russische maker. Dat heeft Vincent gezegd. Nee, de maker van de lever is de enige echte Kermit de Kikker. Dank u, dank u. Ik ben bijzonder trots dat deze speciale lever is gemaakt voor dit pretpark en dat we deze mogen aankondigen in dit theater. Ja! Ja, dankjewel, Kermit. Ik heb zo'n zin om te beginnen. Jullie ook? Erik, dat is een uitstekend plan. Dat gaat natuurlijk wel het beste met muziek erbij. Vincent! Harry, stop ermee! Wat is er? Klonk het niet goed? Ik bedoelde dat we beter iets kunnen zingen. Met elkaar. Ik wou gewoon iets goeds doen. Vincent heeft een dipje. Alweer. Ja, hij probeerde ook maar iets te doen, Roy. Komt wel goed. Ik vraag zo wel even wat er aan de hand is. Maar Vincent, kom je mee zingen? Ja, is goed. Welkom iedereen, welkom allemaal. Iedereen opgelet, we maken heel veel kabaal. Alles is heel goed, Disneycraft is nu aan. 2.0 is er nu, we moeten gauw voor gaan. In Disneycraft 2.0 is er altijd wel een beetje feest. Je moest even wachten, wat kan je dan verwachten? Het is een hele nieuwe map. Dit is een plezier, we maken veel plezier. We schreven bij nu een mooie boodschap. Welkom iedereen, welkom allemaal. Iedereen opgelet, we maken heel veel kabaal. Alles is zo goed, Disneycraft is nu aan. 2.0 is er nu, we moeten gauw voor gaan. Een feestje Disneycraft, je hebt veel pret omdat je lacht. Je show begint, kijk ons gaan. Deze Disneycraft, we gebruiken toverkracht. Disneycraft 2.0 is er altijd wel een beetje feest. Welkom in het theater van Disneycraft. De Muppets worden snel verwacht. Wacht nu maar, rustig op je stoel. Dus even geduld, we geven jou snel een goed gevoel. Disneycraft is vet. We spelen door en gaan niet naar bed. Disneycraft is gaaf. We spelen leuk en doen heel braaf. Disneycraft is stoer. We dansen hard hier op de vloer. Disneycraft is cool. Snap je wat ik bedoel? Ik ga naar Disneycraft. Wat had je dan verwacht? Kom en speel maar mee. Loop snel door de entree. Ik eet heel graag als friet. Mijn favoriet. Disneycraft 2.0 is er al gedaan. Is je feest. Dag hier in Disneycraft. Roy. Ik heb een belangrijke vraag aan je. Het is een beetje haastig namelijk. Vertel. Ik ga je iets vertellen, maar je moet zweren dat je je mond erover houdt. Okay. Prima. Ik ben de lever kwijtgeraakt. Wat? De lever? Shh, niet zo hard, Roy, niet zo hard. Wat is er aan de hand? Nee, niet veel bijzonders. Roy vertelde een leuke mop. Is dat zo? Nee, sorry. Weet je, ik vertel het maar gewoon gelijk aan je. Ik ben de lever kwijt. Daardoor heb ik veel spijt. Ik kon hem niet meer vinden, niet meer. Het doet zeer.
Ik ben de lever. Ik ben de lever kwijt. Ik ben de lever kwijt. En daardoor mis ik nu de verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Ik ben de lever. Ik ben de lever kwijt. Ik ben de lever kwijt. Nu komt er geen opening. En daardoor heb ik nu veel spijt. Veel spijt. Veel spijt. Ik heb zo'n spijt. Ik heb spijt. Ja. Vincent. Dit is een ramp! Dit is een zaak voor de Disney Detective. De wat is? De Disney Detective. Maar Erik, dan word jij ook ondervraagd. Ik geloof niet dat Vincent schuldig is. We mogen dit lekker gaan uitzoeken. Wat is hier allemaal gaande? Vincent beweert dat hij de lever heeft kwijtgeraakt. Meen je dit? Maar het was toch niet zo lastig om erop te letten? Ik weet het niet wat er is gebeurd. Giovanni, leg uit aan mij. Wanneer kwam bij jou de lever voorbij? Ik heb hem al een tijdje niet gezien. Wellicht weet Roy meer misschien? Ontwijk mijn vraag nou niet meteen. Vertel me nu, waar is die lever heen? De lever was bij mij niet in de buurt. Het is Vincent die er steeds naar gluurt. Mijn laatste vraag, het klinkt misschien raar. Heb ik hier te maken met een leugenaar? Ik ben onschuldig, verdenk me niet. Juist ik die van dit park geniet. Ik zal dus nooit die lever stelen en zelfs een dief... niet aanbevelen. Ik hoor het al, jij bent geen dader. Blijf hier zitten, ik spreek je later. Ja, nou dan moet het Roy zijn geweest. Hallo daar, Roy, leg uit aan mij. Wanneer kwam bij jou de lever voorbij? Ik wist wel dat de lever was, maar nooit bemoeid, want ik wist het pas. Dus u beweert dit maar nu ter zake. Hoe vaak kwam bij u de lever ter sprake? Zoals ik al zei, ik bemoei me er niet mee. Het stelen was niet eens mijn idee. Wat was uw idee dan, als ik mag vragen? Heeft u zich dan misschien misdragen? Ik had het idee om vuurwerk te halen en mocht het pracht en praal bepalen. Die lever hoort dus echt niet bij mij. Dus laat me nu meteen maar vrij. Ik hoor het al, jij bent geen dader. Blijf hier zitten, ik spreek je later. Zo. En nu naar die Erik toe. Die zal het vast gedaan hebben. Hallo daar, Erik, leg uit aan mij. Wanneer kwam bij jou de lever voorbij? De lever had ik veilig opgesloten en ben met dit nieuws juist overgegoten. Ja, maar wel of juist geen eigenaar, de lever is kwijt. Vindt u dat niet raar? Ik heb er echter niet aan gezeten. Zelfs de kluiscode was ik niet vergeten. Was die code soms verspreid of raakt u hem misschien wel kwijt? Het enige wat mij wel verfrist, alleen Vincent die de code wist. Dus denk ik dat je bij hem moet zijn. Vincent is wel uit naar gein. Ik hoor het al, jij bent geen dader. Blijf hier zitten, ik spreek je later. Oké. En nu naar Vincent. Die moet het gedaan hebben, hoor. Hallo daar, Vincent, leg uit aan mij. Want ik kwam bij jou de lever voorbij. Ik had hem eerst in handbereik. Daarna begon eigenlijk het hele gezeik. U bent verantwoordelijk voor deze zaak. Had u ook diezelfde afspraak? Nou, ik moest maar even op die lever letten. Voordat ik kwam van de toiletten. U praat maar slap, dat vind ik wel. U grijpt wel goed in uw rollenspel. Nee, agent. Ik kwam toen terug. De lever was weg. Het ging echt heel vlug. Hij was dus duidelijk van mij afgepakt. Ik ben juist degene die naar de opening smacht. Ik hoor het al. U bent de dader. Blijf hier zitten, jij verrader. Nee. Ik ben onschuldig, Vincent. Je hebt het al bijna bekendgemaakt dat je de lever kwijt bent geraakt. Ik wil mijn onschuld bewijzen. Geef me een half uur om uit te zoeken wie erachter zit. Gemakkelijk. Jezelf aankijken in de spiegel en zeggen dat je de dader bent. Agent, waarom zou ik de opening niet door willen laten gaan? Geef me één reden. Een half uur de tijd, geen seconde meer. Prima. Echt hoor, ik vind het echt een beetje raar. Hoe kan ik nou de oprichter van de server, hoe kan ik nou de dader zijn? Kom op, hé. Is er dan niemand die me gelooft?
Zelfs Eric Gio en Romeo kunnen niet eens iets over hebben. Nee, het is alleen maar die agent die er wat over mag zeggen. Dit gaat echt helemaal nergens over. Ik heb maar een half uur de tijd. Ik moet het gewoon proberen om te kijken wie die dader is. Ik ben het gewoon niet. Ik had echt veel beter op die lever moeten letten. Ah, wat een sukkel ben jij toch ook? Wie ben jij? De bad guy, om het zo te noemen. Die lever is toch mooi van mij, want Disneycraft zal nooit meer openen. Wacht, ik heb een idee. Laat me ook de bad guy zijn. Ik vind het goed dat je het park niet opent, want het is toch een slecht park. De lever moeten we gewoon vernietigen. Dat is een briljant plan. Maar wacht eens even. Was jij niet de bedenker van het hele park? Dat klopt. Maar ik heb mijn tijd eraan verspild. Eigenlijk best zonde. We moeten de lever vernietigen. Geef hem aan mij. Ik heb een briljant idee. Kom eens hier staan. Kijk hier. Dan sta je op een veilig afstand van wat ik ga doen. Kijk, de lever plaats ik hier. Ik tel af en het wordt ongelooflijk knallend. 3, 2, 1. Hoppa! Wow, wat is dit? Ik vertrouwde jou. Meneer Badguy hoort in een gevangenis met extra bewaking. Wat is hier aan de hand? De dader zit hier opgesloten. Die lever had ik ver weg moeten verstoppen toen ik hem had afgepakt van jou. Omdat je even niet ging opletten toen je met Erik zat te babbelen. De opening mag nooit meer gebeuren. Disneycraft is gelukkig helemaal kapot gemaakt door mij. Dus jij zat erachter. Wie anders? Constantine de Bad Guy. Zo word ik genoemd en ik zal mijn naam zeker behouden. Dit lijkt me heel duidelijk allemaal. Excuus Vincent dat ik jou niet vertrouwde. Ik denk dat je de volgende keer een betere tekst moet schrijven voor jouw stukje van het daderliedje. Het belangrijkste is dat het rijmde. Wat rijmt? Maar Vincent, heb je wel een eindliedje geschreven voor de afsluiting? Welke afsluiting? Rovi! Natuurlijk, maak je niet druk. En wat doen we met Constantine? Die mag de gevangenis repareren die hij heeft kapot gemaakt. Ik kreeg net een aantal berichten binnen toen ik zijn naam intikte op Google. Constantine Badguy is ontsnapt uit de gevangenis met behulp van zijn TNT's. Algemeen Dagblad. Ha! Wat een knaller. Zeker de eerste hit op Google. Dat kan niet. De eerste hit wordt onze afsluiter. Disneycraft is terug. Heel veel gezeur ligt nu achter onze rug. Constantine is gevangen. De kooi is mooi gevallen. Vincent handelde vlug. Disneycraft is terug. Heel veel gezeur ligt nu achter onze rug. Het park gaat zo open voor iedereen. Die verrassing kom je niet overheen. De show is nu gedaan, je mag nu best gaan staan. Dus klap maar in je handen, het wordt zo klappertanden. Van nieuwe attracties overal verspreid en het hondels ja. Dank u iedereen voor het kijken en uw tijd. Veel plezier in Disneycraft met uw gezelligheid.